elk jaar hebben we het zeker wel drukker, vooral in de zomerperiode. Dat merk je zeker wel, ja. Dit straatbeeld zal je deze zomer vaker tegenkomen in de stad. Door het warme weer zullen er meer stroomstoringen plaatsvinden. Liander verwacht er ongeveer 4 à 5 per week. Ons net hebben we iets van 20.000 verbindingstukken. En een aantal van die verbindingstukken die zijn bedoeld om kabels aan elkaar te verbinden. Die zijn 40, 50 jaar geleden aangelegd en die kunnen niet goed tegen dat warme weer. Het is niet de eerste keer dat Liander last heeft van deze oude kabels. Ook in 2019 zorgde dit voor problemen. Nou, we zijn hier bezig met het verhelpen van een storing. Hoe oud is deze kabel? Deze kabel is 40 plus jaar oud. Vooral in de binnenstad, het oude gedeelte van Amsterdam, die liggen helemaal vol met dit type kabel. Ja, ik kan me ook voorstellen dat men denkt... Ja, als jullie nu al weten dat er veel stroomstoringen komen, vervang de kabels. Ja, we hebben die zwakke plekken in het net zoveel mogelijk vervangen. Alleen die zijn echt 40, 50 jaar geleden aangelegd. Toen werkten we nog met papieren tekeningen. En in die 40, 50 jaar is niet overal duidelijk waar die zwakke plekken nog zitten. Om ervoor te zorgen dat de Amsterdammers hun airco kunnen aanzetten tijdens de hittegolf, heeft Liander zich goed voorbereid op deze warme zomer. We hebben echt geleerd van 2 jaar geleden toen we verrast werden door die storingen. Dus wat we nu gedaan hebben is echt monteurs klaargezet met materiaal. Zodat we de storingen heel snel op kunnen lossen.